Wel, Esther, mijn dank gaat uit naar de organisatie en met name naar jou. Het is een hele eer voor mij dat ik hier vandaag mag praten. Je hebt me gevraagd om met name de evolutionaire geneeskunde te projecteren op de hersenen. Dus dat betekent dat het een kleine subset is van wat er eigenlijk aan alle data is. Eerst even mijn belangenverstrengeling, u heeft er net een gehoord. De belangrijkste is dat ik klinisch chemicus ben en was. En dat betekent dat ik betaald werd door het UMCG. Misschien is dat ook wel belangenverstrengeling, ik heb geen idee. Maar wat u ziet is dat ik onderzoeksgelden heb, die heb ik op dit moment ook nog. Van Friesland Campina, dus mensen die melk op de markt brengen. En dat heb ik met name heb ik dat voor moedermelkonderzoek. En ik zal u ook een paar data laten zien uit het onderzoek dat die echt helemaal nieuw zijn. Ik krijg geen honoraria daarvoor en andere financiële vergoeding. Ik ben geen aandeelhouder. Ik ben lid van het Vitamine Informatiebureau. En ik zit ook in Stichting Voeding Leeft en nog een paar andere, maar daar is ook geen geld bij betrokken. Dus als alles wat ik zeg, en dat zult u ook zien aan de dia's die ik laat zien, staat altijd een referentie onder. Als er geen referentie onder staat, dan moet u mij direct wantrouwen. Want dan heb ik het namelijk zelf mogelijkerwijs bedacht. En niet altijd is het zo dat als er een referentie ook staat, dat ik het ook werkelijk zeg maar goed heb geïnterpreteerd. Dat kan ook nog een bias zijn. Wat u hier ziet is dat uw pensioen op de tocht staat. U ziet namelijk dat mannen en vrouwen worden ouder in Nederland. En dat geldt niet alleen in Nederland, maar in alle westerse landen. Maar er is een andere lijn en die ziet u hier. En dat is een dalende lijn. En dat is het aantal jaren dat we leven zonder chronische ziekte. En u ziet dat dat daalt. Hè? Dan kun je zeggen van ja, dat komt omdat die dokters eerder diagnoses stellen of wat dan ook. Maar een feit is dat de gemiddelde man in Nederland 48 jaar zonder chronische ziekte leeft en gemiddelde vrouw 42 jaar. En aangezien vrouwen langer leven dan mannen, betekent het dat vrouwen langer leven met chronische ziekte. Nou is het zo dat voor beide mannen en voor vrouwen is het natuurlijk een tragedie dat ze zo lang chronische ziekte hebben. Maar er is ook een tweede aspect en daar wordt men meestal wakker. En dat is namelijk, we kunnen het allemaal niet meer betalen. Want we moeten het allemaal, moeten we dat in feite opbrengen als gemeenschap. Nou hier ziet u het meest ongezonde drankje van de Verenigde Staten in 2009. Die wordt ieder jaar democratisch gekozen al daar. U ziet 2600 kilocalorieën. Het bevat 135 gram vet en 163 gram suiker, 1700 milligram aan natrium. En als u dan weet dat de aanbeveling is ongeveer 2400 milligram natrium per dag, dan heb je eigenlijk je tax op dat moment al binnen. Ik vraag normaal aan mensen van hoeveel tijd kost het om dit op te drinken. En ze hoor je meestal tussen de 10 en de 30 minuten. Maar het feit is dat als u dit opdrinkt, dat u vervolgens een marathon moet lopen om het weer kwijt te raken. Want als u 60 kilogram weegt, dan gaat u iets van 2600 kilocalorieën gaat u verstoken. Dus u ziet dat je in een korte periode van tijd een hoeveelheid kilocalorieën naar binnen kan slaan die je eigenlijk de rest van de dag niet meer kwijt kunt raken. En hetzelfde geldt ook voor die supersized. Als u twee supersized eet, dan heeft u in feite ook een marathon heeft u nodig om dat weer kwijt te raken. Maar gelukkig hoeft u niet zo lang in uw auto te zitten om de volgende fastfoodketen te krijgen. Het enige pech heb je als je in de Rocky Mountains woont, want dan moet je iets langer, 135 mijl, 145 mijl, moet je dan rijden. Dus het zit overal. En het gaat dan ook heel goed met de obesitas-explosie. U ziet hier de Verenigde Staten. Wat u hier niet ziet is Saudi-Arabië en die andere landen die vluchtelingen niet willen opnemen. Omdat hun levensstandaard namelijk veel te hoog is, als je ooit kunt bedenken. Maar Saudi-Arabië en de andere, de golfstaten met name, die zetten hier nog weer boven. U ziet dat Nederland ook redelijk meedoet, hoewel ze blijven wat achter. En u ziet dat Noord-Korea helemaal niet meedoet. Hoe komt dat? Omdat daar hebben ze namelijk niks te eten. Dus het is heel simpel. Waar Hanno het eigenlijk al over had, is het metabool syndroom. Want dat is namelijk, het is geen ziekte, maar dit is de belangrijkste, zeg maar, oorzaak
van eigenlijk de westerse ziektes die wij hebben. Het is een risicofactor die te maken heeft met een te hoge body mass. De glucose-homeostase is verstoord, je bent op weg naar diabetes, we noemen dit ook wel prediabetes. Er is dyslipidemie, gaat niet om je cholesterol, gaat met name om de triglyceriden, kan er niet op ingaan verder. En het gaat ook over hypertensie, alle factoren die Hanno eigenlijk zo net al genoemd heeft. En waar is dat nou een risicofactor voor? Voor type 2 diabetes, voor type 2 diabetes, voor type 2 diabetes, op afstand gevolgd door eigenlijk hart- en vaatziekten. U ziet polycystisch ovariumsyndroom, de belangrijkste reden tegenwoordig voor infertiliteit van de vrouw. Er zijn bepaalde vormen van kankers, zoals bijvoorbeeld pancreas, colorectaal en borst. En u weet dat dat stijgend is, met name pancreastumoren. En u ziet ook preeclampsie, met name de late preeclampsie, die optreedt meestal in het derde trimester. Die heeft duidelijk een oorzaak, insulineresistentie. En waar Hanno het net ook al over had en waar ik zo direct ook iets meer over zal gaan zeggen. Dus alles wat ik net gezegd heb, wat ons momenteel overkomt, dat kunt u hooguit begrijpen in de context van hoe het vroeger was. Dus we moeten met andere woorden, als je het heden wil begrijpen, dan moet je het verleden kennen. Dus laten we duiken in het verleden. En u ziet dat ik u na deze korte inleiding wil meenemen naar onze genetische achtergrond. Ik wil de mismatch-theorie met u bespreken, wat eigenlijk aan de basis ligt van de evolutionaire geneeskunde. Ik wil u laten zien waar we vandaan komen, dat we een ontzettend zelfzuchtig brein hebben. En ik zal u laten zien dat in tegenstelling tot wat velen van u misschien op dit moment denkt, dat ons brein op dit moment bezig is om te schrompelen. En dat we eigenlijk steeds meer hersenen aan het verliezen zijn. Dat kun je ook wel om je heen zien, als je ziet de wereldpolitiek, dat komt daar volledig. Dat is een associatie, er is geen randomized control trial gedaan om dat te bewijzen. En ik wil u een paar hersenspecifieke nutriënten wil ik u laten zien, met name jodium. Ik wil met u praten over visolievetzuren. Vitamine B12 met name wil ik iets zeggen, is ook een groot probleem. En vitamine D, ik weet niet of ik dit haal, want Esther zou mij mogelijkerwijs kunnen afhameren voor die tijd. Daarna kom ik tot de samenvattingen en de conclusies. Ik moet heel kort zijn met betrekking tot de evolutie en me eigenlijk beperken tot de primaten. En met name het laatste deel, sinds ongeveer 6 miljoen jaar geleden, toen hadden we een gemeenschappelijke voorvader samen met de huidige chimpansee en de bonobo. En met name is het belangrijk om te begrijpen van wat er met ons gebeurd is in de afgelopen 6 miljoen jaar sinds deze aftakking heeft plaatsgevonden. Een van de dingen die natuurlijk het meest opmerkelijk is, waar we heel wat gegevens over hebben vanuit de archeologie, is natuurlijk dat onze hersenen enorm zijn toegenomen in gewicht. U ziet hier een Australopithecus, die heeft ongeveer een gewicht van 400 gram, 400 milliliter. Terwijl tegenwoordig hebben we iets van 1300 à 1400 milliliter hebben we aan herseninhoud. Het is echt begonnen rondom Homo erectus. Die had ongeveer tussen de heel grote variatie tussen ongeveer de 500 en de 700. En in deze periode is het enorm gestegen. Niet de Neandertaler, die zit eigenlijk niet in de lijn. Hoewel we wel met de Neandertalers hebben gepaard. We hebben ze niet alleen maar uitgeboord. Ongeveer 1% van het genoom van de Europeanen zijn Neandertalergenen. Het zijn ongelooflijke mooie dingen die we tegenwoordig weten vanuit de genetica. Maar daar moet ik niet bij stilstaan. U ziet hier de oudste Homo sapiens die op dit moment bekend is. Die is opgegraven in Ethiopië door White. Ze hebben er 10 jaar over gedaan om deze schedel schoon te maken. En we weten nou tegenwoordig van hoe dat eruit ziet. Dus oudste momenteel bekend. Ik heb nieuws voor u. We stammen niet af van Adam en Eva. En zeker waar Adam en Eva, als die al bestaan hebben, die waren niet wit. Die waren zwart. En ze kwamen namelijk eigenlijk deze regio. Dat is namelijk de Rift Valley. U ziet dat daar drie verschillende tektonische platen bij elkaar komen. En eigenlijk scheuren die uit elkaar. Dus eigenlijk deze Rift Valley, eigenlijk wordt Afrika wordt eigenlijk daar afgezonderd van het geheel. En daar is het eigenlijk gebeurd. Homo sapiens komt daar vandaan. En we moeten ook begrijpen van wat eigenlijk die omgeving was om te begrijpen wie we eigenlijk zijn. Want er was eerst een omgeving en toen kwam er een genoom, niet andersom. Dus wij moeten begrijpen van waar we eigenlijk op geselecteerd zijn. Daar zal ik u in meenemen vandaag.
We hebben ongeveer 100.000 jaar geleden, nadat deze groep van ongeveer tussen de 5 en 10.000 mensen, Homo sapiens, bij elkaar gekomen waren, die waren genetisch zeer divers, dat zal ik u zo direct dat laten zien, zijn ze weggetrokken vanuit ongeveer die Rift Valley en zijn eerst naar Zuid-Afrika gegaan, ze zijn hier overgestoken. Het was in die tijd was er een ijstijd, dus dat betekent dat het water laag stond, dus je kon er redelijk goed doorwandelen. En u ziet hier 50.000 jaar geleden kwamen we in Europa uitgezwermd, ongeveer 50.000 jaar geleden 60.000 in Azië. Ze konden hier doorwandelen over de archipel en kwamen uiteindelijk in Australië aan. De Beringzee was in die tijd bevroren, dus dat betekent dat ze door konden wandelen. En uiteindelijk in het puntje van Zuid-Amerika kwamen ze ongeveer 10.000 jaar geleden. Dus alle mensen stammen eigenlijk af van die groep van Homo sapiens die daar eigenlijk vandaan zijn gekomen. De zogenaamde Out of Africa hypothese, die eigenlijk geen hypothese meer is, want we hebben nou zoveel genetische data dat dit gewoon vaststaat dat zo gebeurd is. Natuurlijk moesten mensen zich adapteren aan de lokale omstandigheden en daaruit zijn de 5 zogenaamde rassen tevoorschijn gekomen. Dit is het oerras in feite, die komen allemaal uit Afrika. En als je naar het noorden gaat is het natuurlijk geen voordeel meer dat je zwart bent. U zou denken dat dat vitamine D is, dat is niet zo. Het is waarschijnlijk vooral foliumzuur, ik kan er niet op ingaan. Maar het is geen voordeel om zwart te zijn. En we werden in feite verschillend. Nou, die verschillen moeten we niet overdrijven. Want als u de totale genetische verschillen van Homo sapiens bij elkaar optelt tot 100% en u gaat kijken van waar zitten die verschillen nou eigenlijk, dan zit maar tussen de 3 en de 5% van de verschillen die we met elkaar hebben, die zit tussen de rassen. Dus eigenlijk kunt u zien, we zijn oorverdovend gelijk. Als je simpelweg gaat kijken naar de Nederlanders en je gaat kijken naar de totale genetische variatie die we als mens hebben, dan ziet u dat tussen de 93-95% van de genetische variatie die bestaat binnen één ras en zelfs binnen één populatie binnen een ras aanwezig is. Dus eigenlijk ras heeft totaal geen enkele biologische betekenis en we hebben eigenlijk een overdreven aandacht voor de genetica, hoewel de dingen die daaruit voortkomen natuurlijk ook verblindend zijn, zullen ze ons niet erg veel vertellen met betrekking tot wie we nou eigenlijk zijn, omdat die genetische variatie in ons allemaal zit en we hebben allemaal recht van leven, dus dat betekent dat als je iets definieert, dan moet je dat definiëren voor ons allemaal. En dat is dan bijvoorbeeld gezonde voeding voor ons allemaal. Dus overdrijf die genetische verschillen niet, binnen de mensen ongeveer 1%, 0,1%. We verschillen ook niet meer dan 1,24% met de chimpansee. We verschillen ongeveer 40% met een worm en u bent voor 50% gelijk aan een banaan. Dus wat dat betreft, die genetische verschillen vertellen u eigenlijk niet heel erg veel. Het is misschien toch iets anders. Nou hebben we nou sindsdien dan eigenlijk aan de evolutie meegedaan. Natuurlijk, de evolutie stopt nooit. Bijvoorbeeld sinds dat we uit Afrika zijn gegaan, hebben bepaalde mensen zijn melk gaan drinken. Nou, dus dat lactasepersistentie, dat iedereen wel kent. Sommige mensen werden getroffen door malaria. Malaria, de falciparum, dus de parasiet was eigenlijk is veel ouder dan de mens, iets van 3 miljoen jaar oud tenminste. Maar wij zijn dat gebied binnengetrokken en net als met ebola zijn we toen met de malaria-parasieten in aanraking gekomen. Dus we moesten ons gaan beschermen tegen malaria, daar kwamen de hemoglobinopathieën uit en al dat soort dingen. Maar kijk hoe recent dat is. De mossi in Ghana, die de enige dragers zijn van hemoglobine C, om maar een voorbeeld te noemen, dat is ongeveer 1000 jaar geleden. Overigens, die melk is ook niet meer dan 3000 jaar geleden, als u dat heeft gelezen onlangs in de krant. Er zijn ook beschermingen tegen bijvoorbeeld HIV, dat is toen eigenlijk al ontstaan, dus HIV is waarschijnlijk ook geen nieuwe ziekte. Dus genetisch zijn we oorverdovend gelijk. En wat heel belangrijk is te weten, dat de polymorfisme, dus de genetische verschillen die er bestaan tussen de mensen, dat de grootste deel van die genetische verschillen eigenlijk al bestonden toen de Homo sapiens is opgericht. Nogmaals, het was niet een genetisch homogene groep die dat was. Ik wil nu iets vertellen over de mismatch. En de mismatch gaat eigenlijk terug naar Darwin.
Want Darwin heeft het helemaal niet gehad over de survival of the fittest, want dat was Herbert Spencer 25 jaar voor hem. Maar waar hij het wel over had, is de adaptations to the conditions of existence. Je moet je aanpassen aan de omstandigheden van het leven om uiteindelijk datgene te doen wat je moet doen. En dat is namelijk reproductieve leeftijd halen om je voor te planten. Voor de rest heeft u helemaal geen enkele biologische betekenis. En dat doen we via mutatie en selectie. We doen het ook via de epigenetica, dus dit gaat eigenlijk via de generaties. En de epigenetica gaat op korte termijn, dat kan van nu tot dat, een koffie die u net niet heeft gedronken, want ik heb het niet gevonden. Maar als u die koffie had gedronken, dan zit u dusdanig te modificeren, dat u in feite die koffie ook kunt verwerken. Maar je kunt het ook via de generaties overgeven, ga er niet te diep op in. En we zitten vol met sensoren waarbij we constant de omgeving zitten af te tasten om te kijken hoe wij ons daar weer op moeten aanpassen. U denkt dat we alleen maar de zintuigen hebben. Maar dat is niet het geval. Bijvoorbeeld uw maag-darmkanaal waar u het dichtst grenst aan de omgeving. En uw longen zitten vol met sensoren die eigenlijk constant bezig zijn om te kijken van wat er in de omgeving gebeurt. En die geven door van hoe u zich in feite moet aanpassen. Ik hou de ding maar even vast. Hier ziet u een groep mensen die ook wij bestudeerd hebben. Dat zijn de Hadzabi in Tanzania. Ik hou me vast, Esther, is wel goed. Ja, dus de Hadzabi in Tanzania. Deze mensen zijn perfect aangepast op hun omgeving. En hier ziet u aan de linkerkant iemand die absoluut niet aangepast is in de omgeving. Deze zou het in de omgeving, zeker van Afrika, totaal niet in overleven. En dat is ook heel belangrijk om te weten dat in feite het niet in de genetica gezocht moet worden, maar in de omgeving, dus in onze leefstijl. Want u ziet hier bijvoorbeeld van dat wij 70% van colonkanker kunnen voorkomen, 70% van beroertes. We kunnen 80% van de hart- en vaatziekten en 90% van de diabetes kunnen voorkomen als we meer aandacht hebben aan voeding, overgewicht, inactiviteit en roken. En dat is toch wel heel erg belangrijk, van dat we het eigenlijk zelf in de hand hebben en dat je daar de genetica niet voor hoeft te veranderen. Dus met andere woorden, en dat is een gevleugelde zin geworden van Cordain, dat culturally, dus cultuurwijs, zijn wij eigenlijk mensen van de 21ste eeuw. Maar genetisch zijn we eigenlijk nog steeds in de paleolithische tijd. En is er eigenlijk niet veel aan veranderd. Er zijn kleine veranderingen geweest, maar niet in de hoofdpaden van ons metabolisme. Dus dat betekent ook dat we iets moeten weten van waar we ons nou eigenlijk op hebben aangepast. Wat waren nou precies die omstandigheden in Afrika? Want dat is de enige manier waarop je kunt reconstrueren van wat je leefstijl is. En daarom moeten we dat weten. En hoe weten we dat? Nou, dat weten we natuurlijk niet, want we kunnen niet terugkijken in de tijd. Dus dat moet je proberen te reconstrueren. En er zijn een heleboel verschillende disciplines die ons daarbij helpen. Ik ga ze niet allemaal doornemen, maar eigenlijk alle disciplines van zeer verschillende aard, die helpen ons om dat te kunnen reconstrueren. En daar komen we redelijk dichtbij de zaken die we tegenwoordig weten. Ik hoorde Hanno ook praten over de savanne-hypothese, die is absoluut fout. U kunt in alle leerboeken kunt u zien dat wij stoere jagers waren op de savanne. Ik kan u vertellen, iedereen die in Afrika geweest is en die weet van dat deze beesten eigenlijk heel moeilijk te vangen zijn, zelfs met moderne wapens. En het enige voordeel wat je niet hebt, is rechtop lopen. Want ze zien je van een afstand en ze hebben je van een afstand geroken en dan zijn ze weg. Dus deze beesten die zijn uitermate moeilijk te pakken te krijgen. Ook hunter-gatherers hebben meestal geen prooi. Ja? Meestal is het mis. Dat vertelt ook niet iedereen. Bovendien heb je in dit hele droge klimaat, warme klimaat, heb je 2 liter water per dag nodig. En dus als je midden op de savanne gaat zitten, is geen water. Dus we hebben altijd dicht bij het water hebben we geleefd. En daar hebben we ook natuurlijk van gegeten, uit dat ecosysteem. Moet ik dan vis gegeten hebben? Natuurlijk niet, want het gaat om het ecosysteem. Als je de kikker opeet, die aan de kant zit, dan eet je net zo goed omega-3 vetzuren en vitamine D, want die leeft namelijk ook van dat ecosysteem. Als je een ei opeet van een vogel die eigenlijk vis eet, dan eet je ook vis. Dus u hoeft niet een haakje te hebben om die vissen op te rapen of wat dan ook. Het gaat om het ecosysteem. En dat is ook precies van waar je in feite de grote vondsten vindt. In die Rift Valley die u hier ziet, daar zijn de grote vondsten gedaan van Homo sapiens. U ziet hier Lake Turkana, een heel belangrijk gebied waar veel is gebeurd en nog veel opgravingen aanwezig zijn. Hier ziet u zo'n opgraving en wat vind je daar dan aan botten?
U weet waarschijnlijk dat visgraten heel moeilijk fossileren. Dat is kraakbeen, dus dat fossileert niet goed. Maar van wat er fossileert ziet u dat bijvoorbeeld de bonyfish, de catfish, dus de meervallen, krokodillen en turtle. We vinden daar allemaal cutmarks op. En dat betekent dus dat die waarschijnlijk zijn geboetsterd door die mensen in die tijd. En we hebben altijd dicht bij het water hebben we geleefd. Ook toen we uit Afrika weggingen, ging dat voornamelijk via de kust. Waarom? Via de kust kun je makkelijker lopen dan dat je dwars door een bos loopt. En waarom vinden we nou al die fossielen niet? Omdat, ik heb u wel verteld, in die tijd was het een ijstijd en was het water was in feite veel lager. Dus dat betekent dat als je die fossielen wilt gaan zoeken, dan moet je ze onder water gaan zoeken. Dus we vinden het eigenlijk niet. Maar ook uit de genetica weten we dat de Out of Africa vooral is geweest via het water. Dus we zijn altijd geëxposeerd geweest aan dat zogenaamde land-water-ecosysteem dat uitermate rijk is. Ongeveer 10.000 jaar geleden zijn we heel raar gaan doen. Want toen hebben we namelijk dat land-water-ecosysteem verlaten. Het is begonnen in Mesopotamië, het tweestromenland, melk en honing, u weet het nog wel van de geschiedenisboekjes. En dat is langzaam opgetrokken in de richting van Europa, waar het ongeveer aankwam, zo'n 5.000 tot 7.000 jaar geleden. We zijn toen de natuur naar de hand gaan zetten, we zijn granen gaan telen, we zijn beesten gaan domesticeren, melk gaan drinken. Kortom, we wouden niet meer afhankelijk zijn van de grillen van de natuur. En we hebben de natuur naar ons hand gezet. En daarbij zijn we getrokken uit het land-water-ecosysteem. Is dat allemaal nou bedacht? Nee, dat is niet bedacht. Want als je gaat kijken naar bijvoorbeeld in Engeland, waar men gekeken heeft naar botten, die heeft men gedateerd. Dan zie je aan de hand van isotopen, ik zal u dat niet uitleggen, dat je die kunt halen uit collageen, dus eigenlijk het boteiwit, ziet u dat die mensen aten uit het land-water-ecosysteem en dat dat plotseling veranderd is ongeveer tussen de 4.000 en de 5.000 jaar geleden. En u ziet gewoon aan die botten, waar je nog steeds een heleboel informatie vandaan kunt krijgen, dat we toen eigenlijk steeds meer naar een landsysteem zijn gegaan. We gingen dat land-watersysteem gingen we uit. En wat is nou zo speciaal aan dat water? Nou, ten eerste is het zo dat je daar het meest rijke en makkelijkste voedingspatronen kunt krijgen. Niet tegenwoordig, want ze zijn behoorlijk leeggevist en we hebben het aardig vernield. Maar vroeger was het zo dat je dit hier echt voorradig had, met name in dat land-water-ecosysteem. Het gaat om jodium, selenium, om ijzer, vitamine A, D, vitamine B12 en visolievetzuren. En het interessante is dat als je nou gaat kijken over de hele wereld waar de grootste deficienties over bestaan binnen de mensheid, dan zijn het precies deze micro- en macronutriënten waar we het over hebben. Dus dat is ook niet toevallig. Het is te toevallig dat het in feite waar moet zijn. Hier ziet u de Fransen. Waar halen de Fransen nou eigenlijk al deze er vandaan? Die halen dat omdat ze meer vis eten. We praten over de French paradox. Dat zal dan wel wijn zijn. Maar de Fransen eten ook meer vis. En u ziet 21% van hun dagelijkse behoefte halen ze van jodium uit vis. 24% uit selenium. 44% uit vitamine D komt eruit. 65% van hun B12. Ik kom daar straks vandaan. B12 is het meest rijk voorradig in vis. Niet in vlees. Het komt vooral uit micro-organismen. Die zijn de enige die B12 produceren. En ook het opname van B12 uit vis is beter dan dat is uit vlees. En u ziet ook de visolievetzuren komen daar voornamelijk vandaan. Ik wil u iets vertellen over dit ding. Dat is de selfish brain. Want dat ding is ongelooflijk zelfzuchtig. Zorgt heel goed voor zichzelf. En dat heeft hele grote consequenties. We hebben eigenlijk helemaal niet zulke grote hersenen. Dat wordt gigantisch overdreven. We hebben zelf iets van 1400 gram. U ziet dat een olifant al makkelijk 4 kilo heeft en een potvis heeft 9 kilo. Dus met andere woorden, we hebben helemaal niet zulke grote hersenen. Maar als u het op een andere manier bekijkt, en met name metabool, is het wel waar. En daar ziet u namelijk dat als je die kop van ons vergelijkt met onze romp, en met name bij baby's moeten maar eens kijken, dat is een kop en er zit ook wat onder. Ja? Dus de kop van ons is ontzettend groot ten opzichte van de rest. En dat heeft veel metabole consequenties. Want de kat is hier altijd de referentie. En u ziet dat de kop ten opzichte van de romp bij ons, ten opzichte van de kat, ongeveer 7 à 8 keer groter is. Dat betekent van dat die hersenen ongelooflijk veel een aanslag doen op de energie die wij eigenlijk nodig hebben. Er is ook een tweede, en dat is niet een primaat, dat is heel interessant, maar dat is in feite dolfijn.
En de dolfijn, die heeft met ons heeft die een gemeenschappelijke voorvader ongeveer 95 miljoen jaar geleden. En toen hadden ze, alle twee hadden ze, beide species hadden toen eigenlijk kleine hersenen. En daarin ziet u dat de groei van de hersenen helemaal niks specifiek is. Je moet gewoon de ingrediënten hebben en dan komt de mutatie vanzelf. Want er is namelijk eerst een omgeving en die laat een bepaalde mutatie wel of niet bestaan. En dat is ook gebeurd. Dus met andere woorden, de dolfijn die zonder meer de intelligentste, tot de intelligentste wordt beschouwd en ook de grootste hersenen heeft als encefalisatiecoëfficiënt, zoals ik u net heb laten zien, die is helemaal onafhankelijk van ons, heeft die grote hersenen gekregen. En waar was dat? In het watersysteem. Eet trouwens ook geen koolhydraten. Ik kom daar straks op terug. Hier ziet u van wat onze hersenen eigenlijk verstoken per dag. 125 gram. Aan glucose heeft u per dag nodig. En als u dat niet krijgt, you are dead duck. Zo simpel is dat. Als de hersenen geen zuurstof krijgen en geen energie, dan ben je gewoon dood. En de vraag is, waar krijgen we dat vandaan? Want we hebben eigenlijk helemaal niet zulke grote voorraden aan glucose hebben aan boord. Dus het is tamelijk snel uitgerust. En iets wat mensen ook vergeten is dat glucose er niet alleen maar is om in feite te gebruiken als energie. Hier ziet u het zogenaamde Warburg effect, dat is al bekend sinds ongeveer het begin van 1900. Toen Warburg vond van dat de intermediairen van de glycolyse en van citraat die worden gebruikt als building blocks om jezelf op te bouwen. En wat ook belangrijk is, je hebt glucose nodig om reducerend vermogen te maken in de vorm van glutathion. En glutathion kent u waarschijnlijk als een van de belangrijkste antioxidanten. Dus het gaat niet alleen maar om energie, het gaat ook om het opbouwen van je lichaam. Maar wanneer wordt nou het grote probleem met betrekking tot glucose? Nou, dat gebeurt als je gaat hongeren. Want dan krijg je helemaal geen voeding naar binnen, dus ook geen vetten. Tijdens de zwangerschap, dan word je insulineresistent aan het eind. Ik ga er nu eigenlijk niet op in. En bij infectie, inflammatie. En daar wil ik het wel even met u over hebben. Want als je namelijk geïnfecteerd raakt, dan is het heel belangrijk dat je je metabolisme gaat aanpassen. Dit is een zogenaamde allostatische toestand. Dus je gaat naar een allostatische toestand en om uiteindelijk terug te gaan naar homeostase. En als je geïnfecteerd raakt door bijvoorbeeld een micro-organisme, dan heb je twee verschillende organen die gaan competeren om glucose. Want wat niet veel mensen weten is dat het immuunsysteem voor 50% op glucose werkt en niet anders kan. Dus dat wordt een directe competitor voor je hersenen op dat moment. En dat moeten we op een of andere manier moeten we dat oplossen. En de manier waarop we dat oplossen is insulineresistentie te worden. Ja, dus eigenlijk is dat een hele normale reactie waarbij je metabolisme verandert. Op basis van de nieuwe situatie waarbij je moet strijden en je nog het immuunsysteem, nog de hersenen in de steek kan laten. Beide moeten op dat moment aan hun trekken komen. Ik kan er niet al te diep op ingaan, maar dit is een van de grootste problemen die wij hebben met betrekking tot de westerse ziektes en terug te brengen op het feit dat we constant inflamed zijn. Dit is misschien wel de belangrijkste dia die ik in mijn hele presentatie heb. Inflammatie en metabolisme zijn intiem aan elkaar verbonden. Dat betekent als je inflamed raakt, moet je je metabolisme veranderen voor de nieuwe situatie. En dat is heel belangrijk, want nou begrijpen we in feite van wat in feite de problematiek is. En dat moeten we begrijpen. Nou, de westerse situatie is een pro-inflammatoire toestand. We zitten eigenlijk constant in een situatie van ontsteking. Zijn dat microben die ons betreffen? Ja, ook. Maar de situatie is eigenlijk veel complexer. Namelijk de leefstijl die wij op dit moment hebben, die brengt ons in een toestand van low-grade inflammation. En elk van deze belangrijke zes componenten, die kan ik u van aantonen, zal ik niet doen, dat ze je in die toestand brengen. En wat is dat? Het is een abnormale voeding waar ik gevraagd ben om over te praten nu. Chronische stress, niet stress, chronische stress, is onvoldoende slaap, de omgeving, dus roergebied, maar ook als u gaat roken, onvoldoende slaap, fysieke activiteit en de abnormale microbiële flora. En deze zes belangrijke leefstijlfactoren hebben interactie. Dus je kunt ze ook niet apart bestuderen. En ik zal u één laten zien, er zijn er honderden. Als je chronische stress hebt, ga je misschien wel roken. Ja, als je chronische stress hebt, ga je slecht slapen. Ga je 's avonds opstaan, ga je rare dingen eten, krijg je een rare microbiële flora in je darm. Je voelt je niet lekker, dus je gaat niet bewegen. U begrijpt, als je daar een beetje visolie in stopt, dat gaat niet werken. Ja? U moet in feite alles tegelijkertijd moet u veranderen.
Het metabool syndroom wordt ook wel het insulineresistentiesyndroom genoemd. Reeven, degene die het eerst dat heeft genoemd, die noemt het ook niet meer het metabool syndroom, die noemt het insulineresistentiesyndroom. En dit is de situatie. Onze westerse leefstijl brengt ons in een toestand van chronische systemische lage graad inflammatie. Die gaat ons in feite te hulp schieten. Dus het is een normale reactie, het is geen pathologie. Het is een normale reactie waarbij insulineresistent wordt. Dat is bedoeld voor de korte termijn. Als je dat heel lang bent, dan krijg je het metabool syndroom en aan de metabool syndroom gerelateerde ziektes. Dus het punt is, hier moet je zijn. En niet in de genetica. En je moet ook niet insulineresistentie targeten. Je moet in feite leefstijl targeten. En het leidt, dat zie je ook als je oud wil worden. Want wat is nou het geheim van oudere mensen? Men heeft case control studies gedaan. En dan zie je dat ze betere insulinegevoeligheid hebben. Ze hebben meestal magerder. En ze hebben ook lagere plasmatriglyceriden. U ziet een aantal factoren van het metabool syndroom. Dat doen ze gewoon veel beter dan als je er maar op los roust. Ik wil u laten zien dat ons brein schrompelt. En dat is heel belangrijk om te weten dat dat in de evolutie aan gaande is. Maar dat dat ook gebeurt in u en in mij. In mij iets meer, afhankelijk van wat uw leeftijd is. Maar in feite, het brein schrompelt. Dat is een groot probleem. Deze data heb ik voor u uitgewerkt. U ziet hier data uit Europa en Noord-Afrika, waar men gekeken heeft naar schedels in het Upper Paleolithic, dus aan het eind van de Paleolithische tijd, ongeveer 10.000 jaar geleden tot heden. En je ziet, zowel in mannen als in vrouwen, zie je een afname van de schedelomvang. En dat betekent in feite dat ons brein bezig is te verschrompelen. Dus we verliezen ongeveer de grootte van een tennisbal, hebben we verloren sinds ongeveer de paleolithische tijd. In de primaten is er een relatie, hoewel dit zwaar bevochten wordt, tussen de brein, dus de omvang van je hersenen en de cognitie, dus hoe goed je eigenlijk kunt leren. Dus je kunt je afvragen, van worden we eigenlijk steeds stommer? Dat is wat er gebeurt. En als je ook kijkt naar wat er in feite gebeurt met betrekking tot de IQ, wat dus door psychologen is gemeten, zie je dat er ook een afname is van IQ. Nou, dat heeft een heleboel verschillende hypothesen die ik niet met u ga doornemen. Maar mijn favoriete hypothese is dat we uit dat land-water-ecosysteem zijn weggetrokken en dat we eigenlijk begonnen zijn met de landbouwrevolutie en dat we uit dat land-water-ecosysteem niet meer zoveel eten. Ik zal u dat straks laten zien. Een studie die net uit is, wat gebeurt met je in het leven, dat zie je sowieso aan het eind van het leven dat je hersenen beginnen te schrompelen. Maar met name is dat het geval bij mensen die een hele slechte voeding hebben. En ik ga even niet voor u definiëren wat dat is. Maar u ziet dat ze starten met een lagere omvang van hun hersenen ten opzichte van hele goede voeding. Maar u ziet dat iedereen eigenlijk hersenvolume inlevert. Maar de mensen die een slechte voeding hebben, hebben dat met name. En dat is natuurlijk een associatie. Het is niet een randomized control trial om te kijken van 10.000 mensen die slecht gaan eten, randomized, en de anderen niet, en we gaan kijken wat er met de hersenen gebeurt. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. En u ziet nou ongeveer van wat er gebeurt met iets als depressie. In 2020 wordt voorspeld door de WHO dat depressie de tweede belangrijkste ziekte is, chronische ziekte. Die heeft te maken met insulinesensitiviteit, met inflammatie, en depressie leidt uiteindelijk, als je dat lang hebt, tot dementie. Ook Alzheimer, sommige mensen noemen dat de diabetic brain, maar sommigen noemen het ook type 3 diabetes. Het wordt steeds duidelijk dat insulineresistentie in de hersenen, met name in de cognitieve delen en de memory delen, dat een rol speelt. Ik wil een aantal de zaak ook benaderen vanuit de nutriënten en een paar voorbeelden daarvan geven. Eén daarvan is jodium. Jodium is heel belangrijk voor schildklierhormoon. Schildklierhormoon heel belangrijk voor je hersengroei. U weet dat uit kinderen, want we screenen alle kinderen die geboren worden eigenlijk op congenitale hypothyreoïdie. Dat betekent, we kijken of dat een schildklierhormoon wel aanwezig is. Want als dat niet aanwezig is, dan gaan die hersenen niet groeien. En je moet er verdomd snel bij zijn. Dus je moet snel dat soort dingen rapporteren. Anders heb je al irreversibele schade. Vandaar dat iedereen eigenlijk op congenitale hypothyreoïdie wordt gescreend. Maar wat het vervelende is met jodium, dat jodium heeft de neiging om naar het water toe te stromen. Daar is waar je het jodium vindt. De grootste problemen met jodium en met schildklierhormoon vind je dan altijd ook in het hooggebergte. Waar in feite al het water van wegstroomt en er stroomt helemaal niks naartoe.
En u ziet dat ondanks het feit dat de gezondheidsraad ons vertelt, hè, dat wij, als u maar gewoon gezond eten, whatever that is, dan krijgt u meer dan voldoende nutriënten naar binnen, dat dat niet het geval voor jodium is. Want anders, waarom stoppen we jodium in het zout? Hè, dat hebben we dan toch nodig. Waarom stoppen we dan vitamine A en D, ook hersenspecifieke nutriënten, hè, in de boter? Dus u ziet dat dat iets niet klopt. Hè. Ook de vrouwen moeten, voordat ze zwanger worden, moeten ze foliumzuur, hè, moeten ze gaan slikken. Dus eigenlijk, onze voeding is wat aan de hand. Alleen we willen het blijkbaar niet zo heel erg toegeven. U ziet dat ongeveer 60% hè, van wat wij hebben, hè, aan jodium, dat we dat krijgen uit een niet-natuurlijke bron. En dat heeft consequenties. Hier ziet u bijvoorbeeld Engeland. Engeland waar jodium niet wordt toegevoegd aan het zout. En daar heeft men gekeken naar vrouwen die een slechte jodiumstatus hebben, wat er met hun kinderen is gebeurd qua IQ en ook leesvaardigheid op 8- en 9-jarige leeftijd, om te vinden dat het gewoon slechter is. Weer een associatie. Je kunt zeggen, ja, is dat wel waar? Causaliteit niet bewezen. Maar één ding is wel zeker, we kennen de mechanismen. Hè, en dat is natuurlijk een hele belangrijke zaak. En waar krijg je nou die jodium vandaan? De jodium krijg je, zoals ik eigenlijk al voorspelde, krijg je natuurlijk uit dat landwaterecosysteem. U ziet dat een grote hoeveelheid zit, hè, in zeevis. Het zit ook in zoetwatervis. Hè, en waar u het ook in vindt is in zeewier. De Japanners zijn echt niet gek hoor. Hè, die weten best wel wat ze doen. En zeewier was altijd voorradig. Ook in bijvoorbeeld zoetwater vind je wieren. En wieren hebben namelijk de neiging om jodium te accumuleren. En u ziet, er zit zo ontzettend veel in, dat zelfs de Japanners over de toxische grens gaan die door de Amerikanen wordt gedefinieerd. Nou, u ziet dat dat natuurlijk al een onzinnige maat is, want er is niks met de Japanners aan de hand. Terwijl u hier ziet, tussen de 2 en de 3 gram per dag aan zeewier geeft u eigenlijk al de hoeveelheid jodium die u nodig heeft. Ook hier ziet u weer dat landwater-ecosysteem. Ik zou het zeggen, visvetzuren zeggen. Want we hebben namelijk vroeger veel meer omega-3 vetzuren hebben gegeten, met name uit het landwater-ecosysteem. Want EPA en DHA, dat zijn dingen die eigenlijk voortkomen uit het fytoplankton en via de voedselketen in vis dan in die kikker terechtkomen. Dus als je dat eet, eet je veel omega-3 vetzuren. En we hebben nooit zoveel linolzuur gegeten, want het was zogenaamd goed voor hart- en bloedvaten. Maar het feit is, hè, dat de meta-analyses die we nu kennen, waarbij verzadigd vet vervangen werd door linolzuur, dat die net niet significant meer hart- en vaatziekten opleveren. He, en dat wordt dat nog steeds ontkend, he, door mensen die nog steeds die linolzuur cultus. Dus we zijn totaal uit balans. We eten minder vis en we eten linolzuur. En dat is dubbelop, want linolzuur die remt de omzetting van alpha-linolenzuur in EPA-DHA. Dus vis, ik vertelde u, vis maakt het zelf niet. Dus, met name zoutwatervis doet dat niet. Die krijgt het uiteindelijk ook uit het ecosysteem, uit het fytoplankton. En hoeveel vis eten we nou eigenlijk? Nou, veel te weinig. We moeten 2 keer vis eten per week. Dat is best een goede aanbeveling. Waarvan 1 keer vette vis. En u ziet dat tussen de 7 en 69-jarigen, tussen de 5 en de 18% afhankelijk van leeftijdsgroep, eigenlijk nooit vis eet. U ziet dat de 2 keer vis per week maar tussen de 6 en de 24% is. We moeten 450 milligram aan omega-3 vetzuren uit vistypen moeten we eten per dag. En Nederland eet 100, in die orde van grootte. Nou, het is de relatie dan wel een causale verband, hè, met een heleboel ziektes. Ik ga ze niet allemaal noemen. Hart- en vaatziekten weet u natuurlijk. Ik wil u iets laten zien van de neuropsychiatrische ziektes en het trauma, hè, van de hersenen. Hier ziet u een relatie tussen het schrompelen van onze hersenen met de visolievetzuurstatus, zoals we die meten in de rode bloedcellen. En u ziet, naarmate de rode bloedcellen meer van dit visolievetzuren bevatten, dat als je een cross-sectional study doet, dat mensen een groter hersenvolume hebben. Dat is natuurlijk ook weer geen bewijs, maar ik zal u straks iets anders laten zien. Ook weten we ondertussen, dat EPA, niet visolie, actief is bij depressie. Dat is de meta-analyse. Er is nog wel wat heterogeniteit, dus er moet meer onderzoek worden gedaan. Maar zelfs de psychiaters beginnen nu te begrijpen van dat je niet altijd met de SSRI's direct klaar moet staan, maar dat het mogelijkwijs toch belangrijk is, dat je eerst met EPA komt. En gelukkig dat zij dat steeds beter beginnen te doen.
Dit is wat er gebeurt als je een gewicht neemt en dat laat je op de kop vallen van een muis. Dan heb je namelijk ontzettend veel schade. Ja, als je het niet doet, dan heb je geen schade. Dat had u al veel begrepen. Maar het punt is dat als je het er wel laat vallen, maar je gaat ze vervolgens behandelen met visolievetzuren, dan ziet u dat je die schade enorm kunt beperken. Is dit, ja, proefdierenexperiment. Kun je dit doen met mensen? Ik denk niet dat het door de medisch-ethische commissie heen komt om gewichten te laten vallen op iemand zijn kop. Maar soms gebeurt dat natuurlijk heel spontaan. Waarbij u deze jongen ziet, die in 2014, overal gecoverd is over alle landen, in CNN bijvoorbeeld. Waarbij deze jongen is aangereden door een auto en hele ernstige schade had aan de hersenen. Hij werd natuurlijk eerst klassiek behandeld, onder andere met prednisolon. Dat is wat je standaard doet om de zwelling van de hersenen, om die in feite te voorkomen. Want als je een klap op je kop krijgt, gaan er 100.000 neuronen gaan er dood. Maar als het immuunsysteem ze ermee gaat bemoeien, dan gaan er misschien 1 miljoen dood. Omdat hij gewoon alles kapot schiet en misschien gaat dan wel de patiënt dood. Dus direct corticosteroïden om het immuunsysteem te onderdrukken. Maar er gebeurde bij deze jongen niet veel. En wat Barry Sears, van het Sohn Diet in feite toen geadviseerd heeft, nadat deze jongen al klassiek behandeld werd en niet beter werd, om met visolie te gaan behandelen. En binnen 1 dag belde hij met zijn moeder. U moet het erop nalezen, zult van ja, 1 case history. Maar we hebben er ondertussen 6. En ik wil u er even nog op wijzen, van dat we weten van hoe het mechanisme is bij deze proefdieren. Oké, ik wil iets over de B12 vertellen met name. Maar de B in het algemeen. Waar vind je de B-vitamines? De B-vitamines vind je met name in groente en fruit. Met name als je dat bekijkt ten opzichte van de droge stof en ook per kilocalorieën. U ziet er zit veel meer B1, B2, niet niacine, B3, B6 en folaat in groente en fruit dan dat zit in vlees en vis dan wel in cereals. Dus dat betekent dat we dat misschien wel heel belangrijk is. Nou, hoe goed zijn we nou in het eten van groente en fruit? Nederland denkt dat dat hartstikke goed is. 10% denkt maar dat ze onvoldoende groente en fruit eten, maar in werkelijkheid is dat 80%. En mensen denken veel meer dat ze gezond eten dan dat ze in de werkelijkheid het feit is. 33% dat ze onvoldoende fruit eten, maar in werkelijkheid is dat 60%. Dus de perceptie van gezonde voeding is absoluut mis in de bevolking. Ook wil ik u vergelijken met brood. Waarom? Omdat brood een goede vervanger, de groente en fruit een goede vervanger is voor brood. Als u de brood eruit gooit en u gaat dat bekijken per droge stof, dan ziet u dat de hoeveelheid aan thiamine, B1, B2, B3 dan niet, maar B6 en folaat, dat dat vele malen hoger is dan in brood. Dus met andere woorden, er zit in droge stof van groente en fruit 24 meer folaat dan dat er in droge stof van brood zit. Hier ziet u vitamine A, eigenlijk equivalent. 24.000 keer meer aan vitamine A precursors zit er in groente en fruit dan dat het in brood zit. Ik ga ze niet allemaal met u doornemen, het is eigenlijk flabbergasting. Hoe belangrijk is dit nou? Met name met betrekking tot een andere B-vitamine en dat is B12. B12, en dit komt uit de grote Amerikaanse survey, de NHANES, waarbij u ziet dat 8,5% van de mensen in de Verenigde Staten verdacht is op een vitamine B12 tekort. Dat heeft absoluut consequenties met betrekking tot de hersenen. We weten dat natuurlijk in een klinisch stadium, in een subklinisch stadium is het nog bevochten. Maar we weten natuurlijk dat het mentale status verandert, dat er cognitieve defecten zijn en dat er allerlei soorten megaloblastaire madness is. Want ook je bloed gaat natuurlijk veranderen, je krijgt een anemie in een ernstige situatie en we noemen dat megaloblastaire madness. Er is iets met B12 aan de hand in de westerse landen. Deze data komen van onszelf. Dus door de melkindustrie in feite gesubsidieerd, waarbij we gekeken hebben naar het B12 gehalte in moedermelk over de hele wereld. Met name in Vietnam, daar vinden we de hoogste hoeveelheden, met name in Heilong Bay, dat zit natuurlijk naast het water, die mensen eten heel erg vis. Maar de laagste hoeveelheden samen met de Maasai vonden we eigenlijk in Nederland. Nederland heeft een lage hoeveelheid B12, zeker ten opzichte van andere landen. De vraag is het te laag? Ik denk het wel. Want dezelfde vrouw die natuurlijk deze melk heeft geproduceerd, die zat aan dat kind vast tijdens de zwangerschap.
En tijdens de zwangerschap moet je voorraden opbouwen. En het lijkt me Gods onmogelijk om voldoende voorraden op te bouwen, hè, als je dit hier hebt. Hè, aan de hoeveelheid moedermelk. Dus moedermelk kan niet in feite de lage status tijdens de zwangerschap kan die repareren. En wat heeft dat nou voor consequenties? Nou, dit is een studie uit Noorwegen, waarbij men gekeken heeft naar kinderen die een lage B12 hebben, of daarvan verdacht werden. En die hebben ze gewoon B12 ingejast. Ja, om te kijken van wat er gebeurt. En u ziet, hè, dat ze een betere motorische functie kregen. Hè, en u ziet ook dat het oprispen van voeding, hè, dat minder werd. Asterix schiet op. U ziet hier de B12. B12 komt natuurlijk met name in vis komt dat voor. Hè, en in het landwaterecosysteem. Maar het komt waarschijnlijk ook voor in zeewier. Hoewel dat wel geconfirmeerd moet worden, want er is maar één groep die dat zegt. En is het nou zo, hè, dat je alleen maar studies moet doen met B12? Dat moet je niet, hè, want er is namelijk interactie tussen DHA en B-vitamines. Ik zal één studie nog laten zien waarbij u ziet, hè, dat als je kijkt bij deze randomized controlled trial, hè, waarbij men gekeken heeft naar het geven van B-vitamines. Ja, B-vitamines, hè, in mensen die verschillende status hadden, hè, aan omega 3, dat het achteruitgaan van de hersenen, het schrompelen van de hersenen, in feite alleen werd voorkomen door deze B-vitamines als je een voldoende visoliestatus had. Dus met andere woorden, het is altijd de zwakste schakel in de keten. Hè, en je kunt iets geven, maar als iets anders de zwakste schakel blijft, dan is de keten toch niet goed. Ik ga door naar het afsluiten. En dat zal ik, wat betreft vitamine D, ik kan het niet bewijzen, 80 is prachtig. Zorg daar maar dat je daar bent. Oké, ik ga terug naar de afsluiting. En u ziet hier dat 95% van de ziektes die we hebben, die hebben te maken met de manier waarop we leven. En ons genetisch materiaal heeft er eigenlijk nauwelijks invloed op. Het is de enige manier waarop je denkt dat je je gezondheid kunt houden, is te eten wat je niet wil, ja, drinken wat je helemaal niet lekker vindt, dan wel te doen wat je helemaal niet wil doen. Nou, dat is helemaal niet waar, want je moet namelijk niet op een dieet gaan. Het is ook geen paleo-dieet. Ja, ik vecht daar altijd tegen, het is paleo-voeding. Ja, het is niks door niemand voorgeschreven, ja, dus het is geen dieet. Dus ga niet op een dieet, maar zorg dat je je leefstijl verandert. Ik heb u verteld dat je alle factoren moet veranderen. Ja, je kunt echt niet een beetje een smoothie gaan nemen en het komt allemaal wel goed. Ja, u moet veel meer moeten doen. Ja, dus we moeten terug naar de paleolithische tijd. Van de 21ste eeuw. U moet vitamine D, ondanks het feit dat ik u niet heb laten zien, de meeste vitamine D krijgt u via de huid. En dat betekent dat u niet in Spanje zich moet laten roosteren tot een pinda. Want misschien is dat cosmetisch wel heel erg leuk. Maar het grote probleem is dat je dan wel degelijk huidkanker krijgt en ook melanoom. Dit helpt dus niet veel als je onder de zonnebank gaat liggen, want je zult de naakte huid moet je exposeren. Wij moeten, in feite moeten wij weer moderne hunter-gatherers worden. En we gaan naar de supermarkt en we gaan met name aan de buitenkant lopen. Dat is ook goed dat u daar loopt, en dan geeft u, het zijn meer kilometers die u maakt. Die voedingspyramide van het voedingscentrum moet op zijn kop. En dit hier, dat moet steeds meer eruit. En vervang het door groente-fruit. Daar zit veel meer in. En visolie is niet een of andere charmante verpakking voor een vis. Vis is meer dan alleen maar visolie, er zit veel meer in. Dit is niet oké, je kunt het best af en toe doen, maar je moet er geen gewoonte van maken. Als dit op uw weegschaal staat, dan weten we ongeveer wat moet gebeuren. En ik kom zelf uit de gezondheidszorg en ik heb er altijd een goede boterham aan gehad, maar ik wens u dit niet toe, want dit is namelijk het alternatief. En de meeste artsen hebben medicijnen gestudeerd. En dat is precies wat ze doen. Dank u wel voor uw aandacht.